En hup, daar was hij weer, hè? Ja, onze volksziekte nummer 1. Ja, het verlies van korte termijn geheugen. Daar hebben wij last van. Hoe lang geleden is het nou nog, een paar dagen maar, dat we met z'n allen vonden dat Nederlands elftal totaal niet deugde? Nee, het was niks. De spelers konden er geen moer van. De opstelling deugde niet. De bondscoach was helemaal, die kon er geen moer van. Enzovoort, enzovoort. En nu, in één keer, we winnen met 3-2, ja, en hoe, ja. En dat ging dan ook nog zo. We winnen met 3-2 en iedereen ook, maar ook de kranten en de tv, ja, die moeten kijkers hebben en de kranten moeten verkocht worden. Iedereen duikt mee in die oranje golf. En in één keer is alles vergeven en vergeten. En iedereen hippen de piepen de piepen, hoera. En jutteperen en noem het allemaal maar op. En oh, wat zijn we blij. Ik had daar echt geen last van, vrienden. Nee, toen ik naar de Nederlands elftal zat te kijken. Ik dacht alleen maar, daar komen we goed weg, zeg. Oh, met 3-2 en dat was het dan. Maar nu staat het hele land is weer helemaal in het roer. En iedereen oranje, oranje. En ja, dus dat botst een beetje op elkaar. Zoals het land zich voelt en zoals ik me voel. En eigenlijk konden we dat het allermooiste zien, die botsing. Die zagen we in de Koninklijke Loge. Ja, heb je dat gezien in de arena? Daar, ze hebben, ja, kijk even goed mee naar het derde doelpunt. Willem-Alexander, kijk goed naar links. En daar gaat Willem-Alexander, die gaat daar even koninklijk uit zijn dak. Ja. Goed, heb je dat gezien? Goed. En nu ga ik het fragment nog een keer laten zien. En nou moet je goed kijken, nu gaan we naar rechts kijken. Kijk naar het gezicht van Maxima. Laat je niet afleiden door Willem-Alexander. Kijk alleen maar naar Maxima. Daar komt hij nog een keer. Goed kijken. Kijk hoe zij naar Willem-Alexander kijkt en wegkijkt. Ja. En daar zie je in het gezicht van Maxima dat zij denkt, ja maar Alex, wat begin jij nou aan? Wat sta jij nou in één keer dit te doen? Want dit is Oekraïne. Dat zie je Maxima gewoon denken. Hier, kijk nog een keer goed. Dan gaan we nog een keer, hè? Naar Maxima. Kijk, je ziet gewoon in haar ogen dat zij denkt, ja maar we weten toch met z'n allen dat we hele zwakke tegenstanders hebben in deze pool. En dat we gewoon daar doorheen komen, dat wisten we toch al met z'n allen. Daar hoeven we toch niet helemaal zo van uit onze plaat te gaan. Dat zie je haar denken. En dan moet je nog een keer goed kijken, hè, naar Maxima. Hè. Dan komt ze nog een keer, hè. Let op. Goed kijken. En dan zie je in haar ogen dat zij denkt, ja, maar als dit een andere tegenstander was geweest. Ja, dat denkt Maxima. Die denkt, als dit Italië, Engeland, Spanje of wie dan ook was geweest, dan was dat heel anders afgelopen met het Nederlands elftal. Ja. Dat zie je Maxima denken, want die komt uit het voetballand. Die komt uit Argentinië. Die weet hoe de dingen zitten. En daarom ben ik zo blij met de reactie van Maxima. Zij en ik zitten op dezelfde lijn. En wij weten één ding heel zeker. Maxima heeft verstand van voetbal.